Kim, ja. Ik ben even in gesprek met Kim Trots en dan gaat het met name over de ZZP'ers. Ja. Men ziet wel eens een ZZP'er als een flexibele schil rondom een organisatie. Ja. Waardoor je als organisatie, heb je mensen nodig, kun je ze aantrekken. Zeker. Zijn ze overbodig omdat misschien het seizoen dat vraagt, kun je uitstoten. Ja. Wat zie jij de voordelen van een ZZP'er voor een organisatie? Een flexibele schil met flexibele krachten biedt veel meer perspectief. Dus die komen op veel meer plekken. En dus die zien veel meer van de wereld. Waardoor dat frisse kijk geeft op jou als organisatie. Ook meer creativiteit en meer flexibiliteit. Dus het is makkelijker ook voor een bedrijf om te kunnen op- en afschalen. Plus ze brengen toch een meer specifieke kennis van bepaalde onderwerpen. Dus als jij bijvoorbeeld een project moet doen over duurzaamheid en je hebt in-house gewoon niet de juiste mensen, dan moet je gewoon buiten je bubbel gaan kijken. En ik ben gewoon veel meer om je netwerk uit te breiden en door geprikkeld te blijven door nieuwe perspectieven. En wat zie jij de motivatie van de ZZP'ers om ZZP'er te worden? Je gaat echt kijken naar waar sta ik voor. En dat kan je veel beter naleveren als je voor jezelf begint. Dus je kan veel meer je gaan inzetten voor bedrijven die passen bij jouw persoonlijkheid. En daarmee kan je ook veel meer impact maken. Dus het is autonomie en vrijheid. En waardoor je ook meer geluk ervaart als mens. Ja. Nu heb ik wel eens het gevoel dat de overheid en ook de vakbonden tegen ZZP'ers zijn. Ja. Wat ik toch heel erg frappant vind. Mm-hmm. Waarom houden die zo vast aan die vaste contracten? Ja, omdat het systeem ergens zo is ingedeeld. Dus vroeger was het, mijn ouders was het ook gewoon zo lang mogelijk voor dezelfde baas werken. En dat was dan normaal. Dus, en ook als je kijkt naar de politiek, denk dat er heel veel mensen zijn gaan leven naar bepaalde systemen die nou eenmaal zo zijn vormgegeven. Dus daar moet gewoon verandering in komen. En dat moet door een collectief van ondernemers. Wij moeten onze stem laten horen. Ja. Dus jij gaat er even vanuit, dat ik even de maatschappij pakt en de economie pakt. Mm-hmm. Een ZZP'er heeft een bepaald specialisme. Ja. Die moet een specialisme op niveau houden. Ja. Dus voor de economie is het juist heel goed dat er ZZP'ers komen. Ja. Dan krijg je dus vernieuwing in het bedrijf. Zeker. En ook expertise in het bedrijf erbij. Ja, precies. Dus, en dat is voor iedereen goed. Dus ik snap niet zo goed. Ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat iemand dat niet ziet. Nee. Nou, je hoort de regering die luidt de noodklok. Ja, de noodklok, ja. Dus eigenlijk moeten we de hele regelgeving aanpassen om meer ruimte te bieden voor ZZP'ers. Ja. En daardoor wat meer flexibiliteit in het bedrijfsleven. Meer flexibiliteit en meer gelijkwaardig economisch systeem met sociale zekerheid voor iedereen. Dus modern werkende. Oké, dankjewel. Yes.